Ja, ik ben zelf veldspeler. Maar in het scenario was mijn personage een keeper, dus kan ik moeilijk aan de regisseur zeggen van nee, ik wil dat het een veldspeler wordt. Het is ook belangrijk omdat de hoofdpersoon in de film, gespeeld door Willem de Bruin, Jermaine, is laatste man, verdediger. En de laatste man, verdediger, heeft toch altijd een goede relatie met de keeper en dat straalt ook uit in hun privéleven, maar ze in het privéleven ook twee heel goede vrienden zijn en ze zijn ook de twee oudjes van de ploeg. Dus in dat opzicht klopt het wel dat mijn personage een keeper is. Binnenin het verhaal speelt hij een belangrijke rol omdat hij ook een enorme invloed heeft op het hoofdpersonage. De film gaat over matchfixing in het voetbal en het hoofdpersonage krijgt ermee te maken en krijgt aanbindingen en deals en hij probeert zijn vriend, mijn personage Kevin, die heet ook Kevin in de film, erbij te betrekken en dat geeft nogal vurige confrontaties soms. Bij de presentatie zag ik u met een trui waarop Van Looy stond. Ja. Ja, de regisseur zei tegen mij van ja, we zijn op zoek naar een achternaam voor u. Dus kies er zelf maar eentje en ik heb een paar voorstellen gedaan. En omdat Erik een goede vriend is en ook een enorm Antwerp supporter is en zelf voetballen ook zelf in dezelfde ploeg. En het is zonder marginaal een achternaam Van Looy dat ik dacht van kom, dat past wel bij het personage van mijn personage, dus ik dacht van laten we hem Kevin Van Looy noemen, echt een lekkere foute naam. Je zit tegenwoordig nog in een ploegje met Erik, dacht ik, hè? Ja, we voetballen samen al denk ik 3 jaar in een ploegje. Met onder andere ex-Antwerpen spelers, Rudy Smits zit erbij, Rudy Taimans speelt bij ons. Jonas de Roek zit bij ons, Darko Pivaljevic speelt bij ons, Thomas Radzinski speelt bij ons, Bart Goor zijn we nu ook aan het aantrekken. Dus heel leuk, een heel leuk ploegje. Ja, dus dat moet een verpletterend team zijn als jullie tegen... Pas op, er zijn nog heel veel andere goede teams ook hier bij de veteranen hier in België. Dus, maar het is zeer fijn om met die mensen samen te spelen, met die iconen en... Ja, is heel leuk. Je hebt hier onlangs getraind met de ploeg, hè? Dat was voor een programma. Ja, ben ik hier met Erik Van Looy. Mochten we hier mee komen trainen met de eerste ploeg. Was heel fijn. En zeker nu ze overgaan en naar terug naar de Jupiler Pro League, was dat toch wel een hele grote eer om met die jongens mee te kunnen trainen. En het is heel fijn om hier ook terug te zijn, om al eens te zien dat ze bezig zijn op het nieuwe stadion. Het is natuurlijk nog bang afwachten wie de nieuwe trainer wordt, maar op deze moment weten we het nog niet. Dus er staan grote dingen te gebeuren met Antwerpen en dat is toch wel heel fijn, heel leuk.